We zitten in de laatste maand van het jaar des Herens 2019. En we zijn weer op de Bossenmarkt. Want hier gebeurt het. Hier komt iedereen bij elkaar. Het is de huiskamer van de prachtige stad Zertogenbos. En altijd plek voor leuke praatjes. En dat gaan we natuurlijk vandaag ook weer doen tijdens de Bossenmarkt. De kerstsferen op de panden die zijn weer aanwezig. Gelukkig is de ellende die Zwarte Piet heet. Tenminste, dat wat zij ervan maken. Weer het land uit. Rust in de tent. We gaan gewoon heerlijk, gemoedelijk deze maand met elkaar beleven. Ik kan je nu alvast zeggen dat volgende week wij een jaaroverzicht gaan uitzenden van de Bossenmarkt van 2019. Waarom? Omdat we de Marialoop gaan lopen. We beginnen op 12 december. Gaan we naar Maastricht, naar de Sint-Jan, naar de Mariakapel. Ja, die heet ook Sint-Jan daar op het Vrijthof. En we lopen van de Sint-Jan van het Vrijthof naar de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch. Van Maria naar Maria. De Maria. Dat doen we met 4 personen. Mark Kleiter, Johan Vlemmix, Bertie van de Heuvel en ikzelf. En dat betekent dat ik dan aan het lopen ben en ik de mat niet kan opnemen. Dus dan gaan we een compilatie doen van het jaaroverzicht 2019 Bossenmarkt. Dan weten jullie dat alvast. We gaan de markt op, we gaan kijken, we gaan praten, we gaan snuffelen, we gaan ruiken en we gaan proeven. En jullie? Jullie gaan mee. Olé, olé. Ben ik herinner van Vermolen? Ja, dat ben ik, ja. Ja, ik heb Nicole, je bent op de mat gaan staan. Toch een eigen winterparadijsje zo'n beetje. Ja, inderdaad. Alleen sneeuwt nog niet, hè. Dus nee, maar je staat niet alleen nu hier, hè, maar ook volgens mij vanaf nu toch de elke dag? Ja, maar dan staan we daar bij het VVV-kantoor. Het is allemaal de oude oliebollenplaats. Tegenover jouw winkel? Nee. Dat is weer schuin tegenover. Hè? Dus we staan eigenlijk echt precies achter het VVV-kantoor. Oké, die zijkant, waar met de kermis ook altijd de oliebollen staan. Ja, en dan staan we dan behalve de woensdag en de zaterdagen. Oh, zo. Maar eigenlijk één ding opvalt. Ik bedoel, ik begin even met een minpuntje. Is uw printer kapot? Mijn printer kapot? Hoezo? Ja, die heeft zo'n lelijke tonneke. Dat hebben ze net even snel gedaan. Oh ja, oké. Laten we naar de koffieshop. Nee, maakt niet uit. Hé, hoe gaat het? Goed, ja, het is een beetje rustig nu, maar dat drukt de moeder. Het is heel rustig, want we zitten elke week, beginnen we altijd bij de drive op het terras. Ja. Er is altijd vecht om een plaatsje, het was helemaal leeg nu. Ja. Het hotel bij mijn dochter is helemaal leeg. Het is een hele rustige tijd. Ja. Maar ja, misschien is dat toch wel een beetje normaal na Sinterklaas. Dat mensen nog eventjes, dit weekend hebben nog sommige mensen denken dat ze Sinterklaasavond vieren. En dat het daarna een beetje de opmaak is naar kerst en oud en nieuw. Tenminste, daar gaan we vanuit, hè? Ja, tuurlijk, maar dat gaat goed komen. Want ik zie heel veel kleurtjes. Wat heb je meegenomen? Wat ga je meebrengen de rest van de tijd van het jaar? Maar wat heb je nu bij je? Nu de oliebollen, krentenbollen, appelbeignets, wafels, berlinebollen worden zo gemaakt, kersenbollen worden zo gemaakt. De bananenbollen worden dadelijk gemaakt, de Nutella-bollen worden dadelijk gemaakt. Dus dat gaan we dadelijk hier presenteren eigenlijk tot en met 5 januari. En elke Bossenmarkt sta je op, dan niet daar, maar dan sta je weer hier? Of blijf je dan wel daar staan? Het is eenzaam tot en met de winterperiode, zeg maar. En dan de andere dagen staan we dan bij de VVV. Maar dat is, zeg maar, gewoon echt alleen maar de oliebollenplaats, zeg maar, voor tot en met 5 januari. Zo, op die manier. Oké. Okay. Nou, leuk. Ja, maar je staat er zelf in. Want ik heb de vorige keer op het station had ik ook gefilmd. Maar toen had je de mensen in gezet. Nee, ik hop van het een naar het ander. Dus op het station staan jullie ook? Ja. Dus ochtends ga ik daarheen en dan ga ik weer even hierheen. Dan ga ik weer langs de IJsselon. Dus ik ben een beetje aan het roeleren. Je zit wel in het zoetigheid tegenwoordig. Ja, het leven is zoet. Daar ben ik achtergekomen. En uiteindelijk, je bereikt alleen maar dingen met...
met lekkere lekkernijen. Zeg maar. Ja, vind, zullen we het zo maar doen? Ja, laat het ja, vind ik, vind ja, ik, ja, ja, vind ja. ik inderdaad. Nou, succes. Welkom op de Bossenmarkt. Luxe bollen. Dus ja, mooie kraam. We gaan eventjes nog een mens even laten zien hoe de oliebollen gebakken worden. Want wie heb je er nu staan? Johan is eventjes onze oliebollenbakker. Ja, hij ziet er zo ook uit als een oliebollenbakker. Ja. Johan denkt, ik luister gewoon niet. Nee, Johan denkt, Johan gaat gewoon door. Ja. Stoïcijns heet dat. Ja, nou, we gaan even kijken. We gaan even kijken hoe Johan zijn oliebollen bakt. Kijk even mee. Hallo, is er iemand thuis? We hebben er allemaal bij, jongen. Meloenen. Ja, we hebben alles gekocht. En worstenbroodjes, ja. Dat is een joekel. Ja, een beetje droog. Ja, waar komen ze vandaan dan? Daar ergens. Wel van de markt. Oké, okay, ja. Maar je vindt hem een beetje droog. Ja, maar ik hou met bladerdeeg dingen. Wie zijn jullie? Wij zijn Nino en Gonda. We zijn pas getrouwd. Niet waar? Ja, 2 oktober. Dus we zijn nog gelukkig met elkaar. En waar vond jij zo aantrekkelijk aan, die mens? Behalve zijn middenscheiding. Alles. Hij is gewoon heel lief en zijn ogen doen alles. Nou zeg, ik zak bijna door mijn knieën heen. Hey, luister eens, maar dus in oktober ben ik getrouwd, ja? Maar jullie bent al, je bent niet allebei 25. Is dat dan de tweede liefde of hoe moet ik dat zien? Voor mij wel, ja. Je was al getrouwd geweest? Nee, nooit. Ik ben wel getrouwd geweest. Het was ook nooit de bedoeling om te gaan trouwen. Waarom niet? Het was niet mijn interesse. Dit is ja, gewoon overkomen. Dus oké. Okay. Maar je hebt wel vriendjes gehad en zo. En... Ja. Is hij jaloers dan die je? Nee. Hij vertrouwt me dus. Ja, dat moet ook. Ja. Hij straalt het wel uit, ja. Inderdaad, die oogstjes van hem. Oh. Dat moet, hè. Ik moest misschien wel een vrouw hebben. Ja, we, jij, ik. Dat is toch een mooie, vrouw? Ja, dat is een hele mooie vrouw. Ik pronk er gewoon mee. Iedereen ja, dat snap drinken. Ik. Dus ik niet dat jij al zonder knappe vrouw bent gekomen. Ja, weet ik niet, ze is naar mij toegekomen. Nee, ik loop een beetje uit de tent te lokken, dat snap je wel. Hé, hey, maar hoe is dat dan huwelijksaanzoek? Hoe is dat gebeurd? Op de verjaardag van mijn zoon. Maar dus hij kwam op de verjaardag van jouw zoon? Want hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, we kennen elkaar al heel lang, 15 jaar of zo. En had hij toen nog wel een dunnere middenscheiding? Nee, het was hij ook al zo. Oké. Ja, toen ben ik op mijn knieën gegaan. Ja. Op de verjaardag van de zoon ben ik op mijn knieën gegaan. Dus. Maar toen hadden jullie al wel een beetje verkering en zo? Ja. Toen liep wel een beetje tegen elkaar te wrijven? Het ja. is allemaal heel kort, want 2 juni zijn we pas bij elkaar gekomen. 2 juni, juli, augustus, september, oktober. Vier maanden later waren jullie getrouwd? Ja. Ja. We konden elkaar niet meer loslaten, dus weet je wat we doen? We gaan het huwelijksbootje in. Dus ik ben op mijn knieën gegaan en 2 oktober zijn we voor het altaar gestaan. Wel apart zeg. Ja. Ja, moet ik zeggen, we hebben ook een eigen bedrijf gestart. Wat dan? Wat doen jullie? Schoonmaakbedrijf. Hillegonda Schoonmaakservice. Oké. Okay. Reclame maken, mag dat? Hillegonda Schoonmaakservice. Wat is de cameraman? Ja, van hem mag alles. Van hem mag alles. We moeten zeggen piep. Dus oké, en hij had al opdrachten? Ja, ik heb al 10 klanten dus. Maar thuis of bedrijven? Bij particuliere mensen thuis. En de bedoeling is wel dat we nog met bouw kunnen doen en kantoren en zo. En dat moet allemaal nog groeien? Ja. Ja wat is kerst? Een beetje de decembermaand, hè? Ik heb jullie toch nooit eerder gezien, hè? Want een van de mensen denken die... Mijn moeder en mijn tante wel. Oh. Dus 2 zusjes van elkaar, die waren toen over de dochter aan het praten. Over die rare dingen over de dochter aan het praten. Rare dingen? Ja, waar stonden jullie aan die kant? Oh, dus ik heb hier een hoop ellende in de familie gebracht? Nee. Gelukkig. Mijn moeder en mijn tante waren zo over de dochter aan het praten. Nou, weet je wat je doet?
Ik geef je dadelijk even mijn e-mailadres. Dan doe ik jullie, omdat het toch een beetje de feest, een beetje kerst, doe ik een cadeautje geven. Doe ik een maand gratis advertentie voor jullie op de tv zetten. Oké, is goed. Helemaal voor niks. En dat kost, normaal duur. Nee, maar dat doe ik. Dat vind ik leuk. Dat ik een klein beetje help. Ja. Nou, dankjewel. Dus stellen we je zeer de prijs. Ja, begin het ondernemertje, dat vind ik leuk om te doen. En omdat je pas, dus het is een beetje een huwelijkscadeau, een beetje een cadeautje voor dat je gewoon bent begonnen. En dat je niet thuis gaat zitten. Hey, ik ben met jou aan het praten, hè? Ja. Esmeralda, moet even wachten. Ja, oké. Nou ja, ik ben er. Ja, nou, eet de worstenbroodje maar op. En dan geef ik jou dadelijk mijn e-mailadres. Dat is goed. Nou, houd ze maar lekker vast. Ja, je wilt tegen de kontje dan slaan. Ja, dat doe ik wel. Oké, nou, en wij gaan weer waaien. Hey Bert. Ja? Hoe is het met de handel? Ja, we mogen niet mopperen. Niet slecht weer, maar ja. Maar je kijkt wel lelijk net toen ik hier langs kwam lopen. Dankjewel. Of is dat gezicht staat altijd zo? Dat staat altijd zo, ja. Dat kan ik niet. Hey, waar is nou vandaag, als je nou aan de kraam komt, het is midden december, waar is nou, waar wordt er nou, waar moeten de mensen kopen? Behalve boerenkool, want dat snap ik zelf ook wel. Spuitjes, dat is ook al in de groente. Dat is ook lekker. En waar is de winter, het winterfruit? Winterfruit, dat is op het moment mandarijntjes. Super lekker op het moment, ik leg het binnen. En die in Henk, is dat een collega of is dat een concurrent die daar staat? Dat is een con-collega. Ja, en dat gaat goed met elkaar. Mooi is dat toch wat? Ik zal hem in de gaten houden of hij niet meer zijn prijzen omlaag gooit. Echt waar, Henk? Ja. Nou, je weet nooit met hem, hè. Hé, hey, waar is dit? Granaatappel, de zoete. Heerlijk proeven. Ja. Want ik heb gezegd toen het programma startte, ja, ik ken best wel veel, ik ben wel een fruit. En wat moet ik nou opeten dan? Die rode belletjes. We gaan eens even kijken. Daar gaat ie hoor, hop. Lekker zeg. Granaatappel. En die zijn 2 euro de kilo. Ja. Er zitten er dan 4 in of zo. Lekker. De lekkerste. Henk, kan ik ook granaatappels bij jou? Nee, want dat is verboden nou, hè. Want het is met die terreur daar allemaal. Je moet geen granaatappels hebben, dat is veel te gevaarlijk. Oh, van het woord granaat. Ja. Moet een vergunning voor hebben. Maar kijk, hij heeft een vergunning voor, maar ja. ik mag dat niet verkopen, jongen. Oh, daar is het. Oh. Hey, kan ik jullie uitdagen dat jij nou even in zijn kraam gaat staan en jij in jouw kraam gaat staan? Dat ik gewoon even een half uur gewoon mekaars handel gaat staan te verkopen. Nou, dat vertrouwen ze niet. Nee. En zeker als je met een geldbak, dat vertrouw ik al helemaal niet. Nou Bert, ik heb voor jullie weer gewoon hele goede collega's gemaakt. Dus het woord con-collega is weg. Daar zit gewoon helemaal goed hier tussen de groenten te boeren. Con-collega's. Nou jongens, zet hem op. Zal ik een kerststukje doen of een bloem? Nou, een bloemetje vind ik op dit moment toch nog wel meest geschikt. Ja, dan vind ik een mooie, een beetje toch die herfst, de winter, herfstkleuren. Dus die ga ik eerst doen. De volgende keer doen we wel een kerststukje. Of zal ik ook gewoon een kerststukje erbij pakken? Ja, dat kunnen we gewoon doen, hè? Moet ik gewoon. Ah Jan, ik pak een kerststuk en een bos bloemen. Vind jij dat goed, Van de Veer? Goed. Ja, wel. Van de Veer die doet het weer. Nou, we gaan eens even kijken. Waar gaan we heen? Waar makkelijk te dragen is. Een kerststukje. Ik heb mijn handen vol. Bedankt, hè. Houdoe. Leuk, hè. Op de bed. Gezellig altijd, hè. Oh. Aan wie gaan we dat kerststukje nou geven? Ik zou het echt niet weten, maar we zien wel. Ze draait helemaal weg. Ja, die is het. Die draait helemaal weg. Ja, ze draait helemaal weg. Mevrouw, ik wil een cadeautje geven. Echt waar? Ja, denk je op dit moment een beetje al aan kerst? Nee. Nog niet? Als ik dan de kerstsfeer thuis ga brengen? Dat vind ik prima. Ja, mag ik dit dan aan u geven of is het een beetje, het is best wel zwaar. Nou, komt het uit? Jawel. Zal ik het doen? Waar komt er vandaan? Hier uit een bos. Oh, dat is niet zo vers jou, toch? Nee, toch? Nou, dan zet ik het hier mooi neer. En dan heb ik toch iemand al een klein beetje kerstgevoel gegeven. Ja, dankjewel. Ja, ik zal je niet verder ophouden, hè, want je bent een beetje bang van mijn microfoon. Als ik vroeger in de discotheek al was, ook al bang van mijn microfoon. 3 euro, 4, 6, 18. Ja. Ja, niet te vertrouwen jij, hè? Jazeker, nee. Maar jij viert geen kerstfeest, hè? Kerst niet. Weet ik toch? Nee, hoor.
Jawel, ik er wel mee. Zing dan eens, O Denneboom. Je lekker. O Denneboom! Nog een keer, kom op! Oh, toch wel leuk, hè? Want je bent natuurlijk moslim, hè? Ja. Dus daar vind ik. Maar wie krijgt het nou voor elkaar om deze mevrouw die moslim is gewoon een kerstliedje te laten zingen? Ik vind dat leuk. En dan ga ik dadelijk ook een liedje van jou leren. We gaan ook samen in de Ramadan zingen. Samen. Ik wel. Ramadan. Oh, 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 Ramadan. Ja. Nou, Dennenboom. Oh, Dennenboom. Wat zijn nu? Takken. Wonderschoon. Ja, oké. Okay. Hey, dat is een geweldige. Mensen allemaal in heel Nederland, in heel de wereld. Ik heb mijn best gedaan, echt. Maar dat allemaal niet kan. Hè. Het kan gewoon goed. Ja. Hè. Wij gaan gewoon goed samen. Gewoon. Hoppatee, zo is het. Dat is toch leuk. Wat een gezelligheid, hoor. Ja, en dan in de Ramadan. En Ramadan ga ik met jou een liedje meezingen. Ramadan, koekoeko Ramadan, koekoeko Ramadan. Dat ken je dat niet? Oké, okay. Maar laatst kwam er een op de mat was ook tegen de kerst, kwam er een Marokkaanse meneer naar mij toe. Hij zegt, jullie zijn helemaal gek met die kerstbomen. Ik zeg, hoezo dan? Ja, zegt hij, maar daarin waar Jezus in de kribbeke lag, daar zijn helemaal geen kerstbomen. Die komen allemaal uit de koude streken. En dan hangen jullie er ook nog ballen in. Ik denk, ja, hij heeft eigenlijk wel een beetje gelijk. Waar komt nou die traditie van kerstbomen vandaan? Ik zou het niet weten. Waar komt die traditie om een kerstboom neer te zetten? Wat heeft er nou eigenlijk met kerst te maken? Ik weet het echt niet. Ik weet het gewoon niet. Misschien dat iemand thuis het weet, dan wil ik het heel graag van jullie weten. Ja? Wat zegt u? Ja, vaak staat op tv. Serieus? Ik heb bijna altijd afstand. Echt waar? Maar wij hebben elkaar nog nooit gesproken, hè? Nee, dat klopt. Waar woon je? Ik woon in... In Den Bosch, of je hoeft de straat niet te noemen, hoor. Want Eeuwig. Oké, leuk. Hey, luister, dus ik heb hier een hele... Dat is een mooie bloem, hè? Dat is een mooie bloem, als ja. Als jij nou zou mogen kiezen aan iemand die bloemen te geven of zelf houden, wat doe je dan? Zelf houden. Dus... Een vrouw geven. Oh, dat vind ik het leuk. Dan ga ik hem aan jou geven. Ja. Kun je de plek op jouw Ferrari? Jawel, het past hierin. Ik heb verduidelijk, dus... Wat is ze dan? Ik heb ze even in de winkel. Met de HEMA? Vleeswaren halen. Oh zo. Hey, en dus jouw vrouw samen op pad. Je zit in zo'n ding. Waarom? Nou, ik heb nekhernia gehad. Nekhernia. Ja, snap ik. En daar gaat het niet meer over. Maar je bent niet geopereerd aan jouw nekhernia? Nou, ik ben vroeger een auto-ongeluk gehad. En heb ik nu te werken. Dus laat pas komen. Oh, dus je kunt in principe wel stukjes lopen? Ik kan wel lopen. Maar je hebt gewoon echt last van de pijn? Rollator. Ja. En een klein stukje met een stok. Dat kan wel. Oké. Jeetje. God, je kunt allemaal niet wat zeggen, hoor. Nee. Je vraagt niet om, het is zomaar. Ja. En dan voor niks. Voor niks. Ja, en bloemen voor niks. We willen daar nog meer. Daarom. Je hebt wel een mazzel aan. Daarom. Nee, dat is geen mazzel hebben. Nee, want ik ben erachter gekomen dat er maar eigenlijk in de hele wereld één ding belangrijk is. En dat is gezondheid. Dat is gezondheid, ja. Gaat boven alles, hè. En liefde. Maar is er nog liefde tussen jou en jou? Oh, daar komt ze net aan. Mevrouw. Komt ze net aanlopen. Hij is net speciaal een mos bloemen voor u gaan kopen. Nou, dat denk ik. Hier. Serieus, heeft hij gedaan? Ja. Hij zegt, we hadden het erover van, wat is nou belangrijk in de wereld? Dat is gezondheid en liefde. En mee komt er naar buiten lopen. En we hadden hem niet op tijd kunnen opvangen, want anders hadden we het in slow motion gedaan. Dan hadden we gewoon, dat is mooi. Maar ja, dat ging dus niet. Opvangen. Hé, maar zou jij die mosbloemen niet aan geven nou dan? Dan doe ik de tasjes wel vasthouden, kom maar, met het beleg. Nou, dat tasje maar te houden. Nou, schatje. Alsjeblieft. Gewoon een romantiek, zeg. Kus erbij. Moet daar nou hier in de stad? Ja, kom op, geef die mens nou een kus, schiet op. Kus, anders kus ik hem. Juist. Helemaal goed. Wordt opgenomen. Nou, de vleeswaren. Meneer, veel plezier vanavond met uw eigen vleeswaren, want je hebt nou gescoord, hè? Ja, bedankt, hè. Oké. Hoi. Hoi. We komen van altijd een geurige bos naar een geurige fles. Hè? Van der Veer naar onze Meri. Ja. Meri, wij hebben vorige week een vrouwengeurtje gehad. Ja. Dit keer gaan we weer voor de mannenlijn. Wat heb je voor ons bedacht? Mevrouw de Marktdrogist, die hier staat aan het begin van de Hoge Steenweg, schuin tegenover de McDonald's. Ja, nou, vorige week hadden we dan een vrouwengeurtje van het champagnetje. Maar die hebben we dan ook voor de mannen.
beste heren. Jean Papetier, dus die gaan we deze week weggeven. Oh, ja? Oké. Okay. En wat is dat Amigo? Dat lijkt ook een beetje op elkaar, dat flesje. Ja, dat is ook van Jean Papetier, zeg maar. Maar die is dan een beetje wat zoeter. Ah, een beetje zoeter. Ja. Oh, nou, dan gaan we Jean-Paul... De zoete man. Voor de zoete man. Zullen we dan een keer Amigo doen? Ja. Wacht dan. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Catshoot van Amigo. Ja. Nou, dat is voor de man. Voor de zoete man. Maar ik weet al waarom hij zegt... omdat ik nou weer naar een zoete man moet gaan zoeken, Adrie. Hè? Ja. Dat is het, hè. Ja. Eigenlijk wel, hè. Oh, dan ga je toch in de rotzak, hè. Ja, ja. Dankjewel, Mary. Tot de volgende week. En leuke cadeautjes hier, mensen, voor de kerstperiode. Hartstikke leuk om leuke pakjes te maken. Ze ruiken lekker. Ik ben een fan van. Hier schuin tegenover McDonald's. Begin van de Hoge Steenweg Visstraat staat de marktdrogist, waar je elke warenmarkt hier op de zaterdag terecht kan. Niet vergeten. Houdoe. Het is best een gezellige, drukke markt. Ja, ik loop natuurlijk nog steeds met mijn amigo. Amigo, weet je wat dat betekent in het Nederlands? Vriend. Ja. Nou zal ik jou vertellen, want jij hebt mij natuurlijk mooi gefopt. Want ik moet natuurlijk nu een zoete geur geven aan een zoete mens. Ja. Alsjeblieft. Oh, kijk ik hem. Ja. Oh, dat vind ik nou echt lief. Ja, kijk jij gewoon. Amigo, jij bent amigo. Oh, dankjewel. Ik zal mijn liefde zakken op. Dat ga je niet verwachten, hè? Dat had ik niet verwacht, nee. Nee. Zal ik eens heel eerlijk zeggen? Nou? Er zijn een aantal mailtjes gekomen. De afgelopen weken heen. Ik dacht, ja, ik moet toch even een momentje zien te vinden. Maar nou komt hij perfect goed uit, omdat er Amigo ook op staat. Van Jean-Paul Gauthier. En die zeiden dus tegen mij, Nol, geef die Adrie nou eens een keer de herengeurtje. Serieus, dat meen ik echt, het is geen grapje. We hebben mensen een mailtje opgestuurd en het komt ook wel een beetje uit mijn eigen. En Adrie, ik ben meteen van mijn kerstpakket af, hoor. Ja, dat had ik mooi geregeld, ja. Even speech. Jarig, dus dat komt ook goed. Even speech. Maar mensen, alvast vrolijk kerstfeest dan. Hij heeft een hele brede vocabulaire, onze Adrie. Dat is geweldig. Hé, nou, gij toe een amigo. Denk, nou, mooi alsjeblieft van een zoete mens. Gekozen hem eigenlijk zelf uit. Ik denk, dat kan niet waar zijn. Maar het gebeurde gewoon echt. Dus dat is mooi. Dat hebben we gedaan. Nou, is er nog maar één ding wat we moeten doen op de markt. Ik denk onze Bertie, hè. Probleem van de week. Ja. Ja, en ik ben benieuwd. Mensen, vergeet ook niet, volgende week hè, zijn we er niet. Dan hebben we de Maria-loop. Dan loop ik van Maastricht naar Den Bosch. En dat betekent dat we dan niet kunnen opnemen. Dat betekent dat volgende week het jaaroverzicht van de Bossenmarkt erin zit. Nu gaan we even naar Bertie. Waar ben ik nou geweest? Dat weet ik al goed waar ik ben geweest. Je moet niet nooit een bekende weg vragen. Wat is het probleem? Hij gaat maar even naar de pletske toe. Want het is eigenlijk hetzelfde, zou ik zeggen. Hij moet iets voor zich hebben. Toch zag ik jou aankomen lopen en toen deed ik mij een heel klein beetje denken aan Robert Redford. Robert Redford? Nee, dat denk ik niet. Ja, dat vond ik wel. In de vet, die blauwe ogen en zo. Paul Newman. Ja, maar die komen allemaal toch 40 kilo tekort op mij, hoor. Die wegen allemaal zo rond. Maar het gaat om die eerste blik en gewoon daar. Luister, jongen, ik heb dat teddybeerachtig en daar houden alle vrouwen van. Daar worden alle vrouwen worden er gelukkig van. Maar ga je met de ogen aan huis, heb ik als knuffelfactor, heb ik dat. God, ja, echt. Nou. Eigenlijk ben je best een beetje zacht van binnen. Gewoon. Je bent een zachtaardig mens. Jawel. Je bent niet... Je kan niet tegen onrecht. Daar hebben ze natuurlijk het probleem van de week. Dus je kan niet... En daar ga je gewoon mond ook niet over houden. Al staat de koning voor jouw neus. Dat maakt allemaal niks uit. Maar je zou ook een heel jong katje dat in een boom zit dat er niet uit kan. Dan zou je eruit gaan halen. Dat haal ik eruit. Ja, dat zal ik wel doen. Maar ik gooi ook de confrontatie aan als het moet. Dat doe ik wel. Maar nou heb ik van de week iets gezien... Op Joep, hoe noemen ze dat? Joep. En de Sinterklaas met twee zwarte pieten lopen gewoon in een wijk om de kinderen pakij. Die werden gewoon afgeslagen. Mensen kregen gewoon slag, hè. Gewoon belachelijk, hè, jongen. Ja, daar hoor je niemand over, hè. En dan hebben we, ja, ik weet niet hoe dat makkelijk is. Clarence Grace of iets zei, toen ze niet bekend was. Stond samen met zwarte Piet op de foto. En nu hebben ze zwarte Piet niks meer. Zullen we het niet meer over Zwarte Piet hebben? Nee, dat is beter. Want ik zou jou nog iets anders... Dit is het laatste wat ik over Zwarte Piet zeg. Dat is het laatste.
De roetvliegpeet gaat er ook aan. Die houden wij ook niet meer. Nee. Nou, dan gaan we nou. Maar noemde jij dan een roetveegpiet? Roetveegpiet, toch? Oh, dat houdt goed, ja. Ja, maar ik ben dyslexisch. Af en toe doe ik ook een beetje overslaan. Hè? Je bent helemaal niet sexy. Dyslexisch een beetje, doe ik overslaan. Maar luister, hè. Weet je wat mij wel tegenvallen van de gemeente Den Bosch? Ik ben een mollig uur in komen rijden, hè. De Bart. Ja, en als je dan ziet hoeveel verlichting en hoeveel sfeerverlichting door hangt, hè. Als je dan hier Den Bosch ziet, is toch helemaal niks. Helemaal maar niks. Ik vind de mat wel steeds gezelliger worden. Ja, dat snap ik. Kijk, dat is ook een beetje door jou, hè. Ga je het een beetje daar... Nee, dat doen de ondernemers zelf. Nee, Bertie. Dat Piet Bambarger, hè, dan ga je een beetje... Nee, dat ben ik. Ik ben toch weer meer rijk te gooien dan. En dan wordt het toch gezelliger deur, hè. Maar in ieder geval, nou, die winkels, kan je toch niet zien dat het kerstmis is? Doen ze er niks aan? Kan ik dat niet meer zien? Nou, dan gaan we naar het probleem van de week. Dan heb ik van de week zitten kijken naar die jongen, die is hier geboren. Die gaat de gevangenis in. Dat is Femke Halsema weer, hè. Die jongen is hier geboren. Prot Nederlands, nette gozer, studeert. God, je weet niet anders als je alles in orde is. Je wil een paar even. God, mensen jong komen vastzitten. Ja, we hebben het over die donkere gekleurde jongen, hè? Die uitgezet zou worden uit Nederland. Ja. Maar wel hier geboren is. Daar hebben we het over. Ja. Dat is gewoon een Nederlandse natte jongen. Nou, die wordt vastgezet. En ik redde die wietstokken die uitgeprocedeerd zijn, die door alles kapot slaan in Amsterdam en die panden kraken, gaan die lopen vrij rond. Dat is toch krom? Dat kan ik niet begrijpen. Dan moet Femke Halsema ook zeggen, bij die ene dan. Panden openbreken van mensen waar huurders in zaten. En de mensen die eigen pand in kennen. Niks aan doen en deze jongen sluiten ze op. Nou, hier geboren, studeert hier. Keurig jongen. Keurig gegozerd, studeert, heel veel Nederlandse vrienden. En die wordt opgesloten. Ja, en hij, toen hij vrij kwam, heeft hij zelfs gezegd van nee, maar het was goed. Hij heeft niet eens de Nederlandse staat afgevallen. Ja. Nou, daar stond ik van te kijken. Nou, dan hebben we, van vorige week waren er niet. Toen kwamen die bomvestbietstokken. Die hebben ze al gearresteerd. Nou. Even wachten. De wie? Met die bomvest, of noemen ze die knakkers? Die hebben ze 10 dagen geleden. 8 dagen of 9 dagen hebben ze die gearresteerd. Hebben ze opgerakt. Dat is in, als je dan in de kranten leest, hè, is er minder over geprot dan over FC Den Bosch. Nou, en die blazen daar gewoon. Die wouden met z'n tweeën gewoon de hele binnenstad ergens op blazen. Nou, ik kan dat niet meer begrijpen. Waarom we dan aan het ene gerucht zoveel aan wordt gegeven en aan het andere niet. De wereld draait dreur, hè? Of wie die knakkert, hè? Met trekkertje trek met die piepstem. Die loopt er dan niet zien, de film van Sinterklaas, hè? Want daar steek je hele zere benen aan, hè? Nou, dan gaan we naar het laatste probleem. Klaas Dijkhoff. Klaas Dijkhoff, die beurde 4900 euro reisgeld. 18.000 euro aan... 4900 euro reiskosten, terwijl die privéauto had met een chauffeur. 37.000 euro wachtgeld. En 18.000 euro verblijfskosten voor in Den Haag. En hij beurt 115.000 euro aan salaris per jaar. En weten wij het nou? Want de VVD die wordt arrogant nou, hè. Want eerst dient je alles houden en dit en dat en een grote broek aantrekken. Nou verliezen ze een hoop stemmen. En dan gaat hij inleveren. Nou gooit je inleveren. Dan ben je van mij een zware bluft. Nou moet ik 108 euro extra betalen per jaar voor mijn busje. Want dat is van 2005. Maar ga eens kijken waar hij in zijn zakken duwt. En ik moet 108 euro wegenbelasting bijbetalen. Omdat mijn bus van 2005 is. Voor 2005. Ik rijd 200 kilometer in de week. God ook nergens meer over, beste man. En hoe was uw feest? Gaat ook zo'n feest? Ja, goed, was heel leuk. Ja. Heb ik bij jou nog kleding gekocht? Ja, weet ik wel. Heb ik allemaal weggegooid. Waarom? Ja, die waren nat geworden. Dat geeft niks. Ik ken gewoon wassen, jongen. Dat wist ik niet. Jawel, dat ken ik gewoon wassen. Geen probleem. Oh, dat wist ik niet. Maar dan vind ik fijner toch eens weg. Dan ken ik lekker volkje weer nieuwe kop. Ja. Nou, dan was je weer even deze week. Ga naar binnen huis, amigo. Ja? Kom, we gaan. Het is mooi geweest. Volgende week, ik heb het al gezegd, we zijn er niet. Dan gaan we natuurlijk die Maria lopen doen van Maastricht naar Den Bosch. Misschien dat we dan wel op de dinsdag in plaats van deze markt of een jaaroverzicht, ik denk dat het dat wordt. Want anders moeten we natuurlijk heel veel edits doen voor de Maria Loop, die we natuurlijk wel gaan filmen, delen daarvan. Dat was het. Week erop zijn we er dan nog één keer en dan gaan we het winterreces in.
En dan zijn we na Drie Koningen weer terug. Zo gaat het in Televisieland. Bedankt voor het kijken. Bedankt en tot de volgende Bossenmet. Houdoe.